Valkenburg is een ontzettend unieke omgeving. Je hebt hier de historie in het centrum. Je hebt mooie natuur in de kernen en in de verdere omgeving. We hebben hier 1,1 miljoen toeristische overnachtingen. We hebben, denken wij, zo'n 5 miljoen dagtoeristen per jaar. Het toeristische karakter van de gemeente maakt dat we met een kleine groep mensen actief moeten inspelen op veranderingen en heel flexibel ons daarin moeten opstellen. Als communicatieadviseur vind ik het erg belangrijk dat bewoners en ondernemers altijd centraal blijven staan. Wij zoeken een teamleider begroting en jaarrekening en wij zoeken een teamleider gegevensbeheer en facilitair. Het moeten geen managers zijn, het moeten leidinggevenden zijn. Het moeten mensen zijn die mee de kar trekken en niet op de kar zitten. Bij een teamleider hoop ik op een man of vrouw die de samenwerking zoekt tussen de verschillende afdelingen en de integrale samenwerking bevordert. Bij de teamleiders vind ik het belangrijk dat we elkaar weten te vinden en dat we op tijd met elkaar bekijken waar communicatie van belang zou kunnen zijn. Ik werk hier met heel veel plezier. Het is een kleine gemeente, maar door die taken die het heeft, is er veel nieuwe uitdaging. Elke dag is anders, elke dag geeft weer energie om er hard tegenaan te gaan. En dat hoort ook bij Valkenburg aan de Geul. Je kunt wat betekenen voor de samenleving en dat is wat voor mij het grote verschil maakt. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk. Geen dag is hetzelfde en dat spreekt mij ontzettend aan. Ik werk in een organisatie die het op heel veel punten goed doet. Er zijn zeker nog groeimomenten, dat ziet de organisatie zelf ook. Kort gezegd, ik ben trots dat ik Valkenburg aan de Geul op mijn cv mag zetten. De gemeente Leudal is in 2007 ontstaan uit een herindeling van 4 voormalige gemeenten. Telt 16 dorpen op een uitgestrekt grondgebied, 165 vierkante kilometer. We hebben onlangs 5 nieuwe teamleiders aangetrokken en nu werven dus 3 nieuwe afdelingshoofden. Dus we zitten eigenlijk met een vrijwel compleet nieuw management. In een afdelingsmanager vind ik het belangrijk dat het iemand is die de zaken kan versimpelen. Die begint met het maken van kleine stapjes en van daaruit iets groots bouwt. Het is vooral belangrijk om binnen de afdeling zelf goede afstemming te hebben tussen beleid en uitvoering. Maar ook de afstemming naar de andere afdelingen met andere managers. Dat de doelen die we stellen, dat we die ook kunnen realiseren met z'n allen. Het is een dynamische gemeente en met een zeer actieve gemeenteraad. En dat vergt iets van deze managers om de verbinding tussen publiek, politiek en ambtelijke organisatie op een goede manier vorm te geven. Het moet voor de mensen duidelijk zijn wat van hun verwacht wordt, zodat ze ook heel gericht naar het resultaat kunnen werken. De mensen die hier werken, die zijn heel betrokken, hebben hart voor de zaak, doen het werk ook met passie, met bevlogenheid. Leudal heeft zijn eigen vraagstukken, dat is duidelijk. Maar we hebben echt mensen nodig die samen met ons bouwen en die de uitdaging aan willen gaan om hier iets moois van te maken. En dat dat mogelijk is, daar ben ik van overtuigd. Mensen die van afwisseling en dynamiek houden, die zijn hier aan het goede adres. Het is een mooie gemeente, echt de moeite waard om hier te werken. Maar dat moet wel allemaal goed georganiseerd worden. Ik werk hier echt met veel plezier, ja.